De Cubaanse artsen die niet zomaar naar Suriname zijn gehaald. De Cubaanse artsen zijn niet zomaar naar Suriname gehaald, zegt minister Antoine Elias van Volksgezondheid. De bewindsman sprak vandaag op een persconferentie die belegd is door president Desi Bouterse. Het staatshoofd wilde hiermee klaarheid brengen in de ruis die is ontstaan rond de komst van de 50 Cubaanse artsen. Minister Elias citeerde uit een PAHO-rapport dat aangeeft dat Suriname per 1000 inwoners het slechtst scoort. Wij zitten op 0,8 artsen per 10.000 inwoners. Kampioen zijn Sint Maarten en Cuba met 82 artsen per 10.000 inwoners. En dan, eerst volgende die het slechtst scoort, is Uruguay met 2,4 artsen per 10.000 inwoners. En dat heeft ons aan het denken gezet. Het heeft ons aan het denken gezet daarbij volksgezondheid. We zijn met onze deskundigen gaan nadenken, hoe lossen wij dit op kort termijn op? Het ministerie heeft Erwin Noordzee, de voormalige waarnemend directeur van de RGD, belast met dit project. Na verschillende gesprekken en onderzoeken heeft de regering met de Cubaanse autoriteiten gesproken over het laten halen van de artsen. Elias benadrukt dat het ministerie in deze zaak niet over één nacht ijs is gegaan. De directeur heeft een inburgeringsplan opgezet die door beleidsadviseur en zijn team wordt uitgevoerd. En dat is een 4 maanden inburgeringscursus. En dat houdt in een sociaal deel en een medisch deel. Ze zijn wel afgestudeerd, maar ze moeten onze systemen ook kennen. En dat houdt in het medisch deel. Het sociaal deel houdt onder andere in de taal leren, hun uitleggen welke omgeving ze gaan. Hun een beetje Paramaribo laten zien. Ik denk ze zijn een van die dagen een rondwandeling door Paramaribo gaan maken. Ze zijn een beetje naar de markt gegaan. Want ze moeten ook voor zichzelf gaan zorgen als ze hier zijn. Natuurlijk gaan ze niet in Paramaribo blijven. Maar dan zien ze, ze maken kennis met onze bevolkingssamenstelling, et cetera, et cetera. En dat loopt de afgelopen 2, bijna 3 weken al heel vlot. Belangrijk is, wij gaan ze in de gebieden zetten waar er geen Surinaamse artsen zijn. Tot zover volksgezondheidsminister Antoine Elias. De bewindsman sprak vandaag op de persconferentie die president Bouterse heeft belegd om nader uitleg te geven over de komst van de 50 Cubaanse artsen. Minister Elias verduidelijkt dat indien een Surinaamse arts aangeeft te willen werken in het binnenland, de Cubaanse arts vriendelijk wordt bedankt en terug wordt gestuurd. De persconferentie is gehouden in het perscentrum van het kabinet van de president.